Ook Brik van haar komt zeker. Ik zei, aankomstrichter zijn is heel moeilijk. Nou, wanneer er zo'n peloton aankomt. Die laatste kilometers met de mannen van Phil Simano en de mannen van de Rabobank, die waren zeer actief. Jij had al een paar mannen verloren die je bij de bevoorrading had ingeleverd. Je stond er zo'n beetje alleen voor. Ja, maar dat maakt niet uit. Twee teams die je zo controleren, dan is dat wel makkelijk om je plek te kiezen. Ben je derde geworden, denk je? Volgens mij wel, anders zou ik naar de kweek gaan zijn. Ja? Je denkt dat je derde bent geworden. Je denkt dat je het heel goed hebt gezien. Ja, ik denk het wel, maar goed. We laten het aan de aankomstrechter over. Juist, dat is heel verstandig. Jij hebt veel gesukkeld in het begin van het jaar. En die ellende lijkt mij nu voorbij. Ja, nou, het is nog echt hout vast houden. Ik ga het beest insteken. Het ziet er nu allemaal goed uit. Vandaag heb ik eigenlijk weinig last gehad. In het begin alleen wat tijd, maar in de finale was het goed. Ja, was het goed, dames en heren. Daar gaat het ook allemaal om. Ga jij naar de Tour spelen? Daar ga ik wel van uit, maar de selecties liggen nog niet vast. En er is gewoon ook een plaats extra vrij. Ja, dat is zeker. Aan de ene kant is het wel heel jammer natuurlijk, maar ja, ik denk dat onze sprinter in de energie zit, dat hij de Tour gaat doen. Maar ja, ik ga maar afwachten. We gaan het allemaal afwachten. Dames en heren, maak een applaus voor Steven de Jong. Heeft je vast gewoon te pakken. Ik wacht op twee tot de aankomst.